prinsesje dat nu thuis zit. Hé, hey, wat leuk, ze lijkt op mij. Minder werken, veel meer skypen, want we zijn 3 weken vrij. Ze skypt nu alle dagen, dus skype ik met haar mee. Ze hoest al dagenlang en moet nog maandenlang. Oh jee. Die dagelijkse kwelling, dat wil ik liever niet hoor. Waar leeft ze nu nog voor? Blader door, blader door. Gelukkig is in China nu de piek voorbij. We wachten op Italië, maar zijn nog lang niet vrij. Corona komt, het verschijnt. Het is me vast al aan het zoeken. Ik denk dat ieder krantje dat ik lees mij iets voorspelt. En mijn held in de zorg werkt onvermoeibaar verder. Heel eventjes voor ik mijn vrienden zie. Dag nummer 3. Corona is naar. Corona is hamster, hamster, wees in rollen. En ook iets met hypocriet. Hamster, hamster, al die blikken. Oh mijn god, doe dat nou niet. Blader door, blader door. Gelukkig staan de buren altijd voor je klaar. Ze brengen je dan eten. Vinden dat geen bezwaar. Maar het komt, het verschijnt. Je kan het bijna niet ontwijken. Ik loop 2 meter van je weg, bij elke kuch met een zucht blijf ik thuis. Dit is ergens ook verbindend. Ik ga je binnenkort weer zien. Dag nummer 10. Corona is naar. Corona is naar. Verlies ik mijn geduld. Mijn buurman heeft corona. Oeps, is dat mijn schuld? Weg met elkaars handen schudden. Weg met alle stress. Weg met hoesten, niezen, kuchen. Weg met je online les. Hou gehamster, hou het kussen. Plaats een plastic wand ertussen. En het wachten, het wachten. De dagen, de nachten. Het wachten. Maar het komt. Het verschijnt. Ook al blijf ik zo goed binnen, ik moet mijn boodschappen toch doen. Kijk naar mijn kast, die is leeg. Ik heb honger, dus ik heb niet echt een keuze. Blijf naar.